Voorafgaand aan de endovasculaire behandeling van spataderen, laser- of radioablatie, wordt altijd vaatonderzoek met echoduplex uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten worden de behandelingsmogelijkheden met u als patiënt besproken. Hier is gekozen voor endovasculaire behandeling met radiogolven, radioablatie. De polyklinische dagbehandeling zelf begint met aanprikken van het tevoren geselecteerde en aangetekende vat. Vervolgens wordt verdoving aangebracht. Nu wordt het vat aangeprikt en een katheter in het vat aangebracht en vervolgens verkoelende verdovingsvloeistof rondom het vat aangebracht. Nu vindt de daadwerkelijke radioablatie plaats door het etappegewijs terugtrekken van de katheter. De katheter in het vat wordt verhit, waardoor het niet meer goed functionerende vat wordt afgesloten en de behandeling eindigt.